Dimitri Vegas en Like Mike. Het stay a while. Of gewoon Dimitri Vegas en Like Mike. Zo kan je het ook zeggen natuurlijk. Het is 9:15. Heel erg goedemorgen. We hebben al een uur lang ondertussen bezoek van Koen Wouters en Jonas van Geel. Nog eens een goedemorgen. Goedemorgen terug. Koen is al kwaad naar mij aan het kijken. Ofwel is dat omdat hij zijn bril niet op heeft, dat hij zo kijkt. Hela. Hij ziet u gewoon niet. Koen, ja, daarnet heeft Jonas al een opdracht vervuld, trachten te vervullen. Ja. Namelijk Bart de Wever aan het lachen te krijgen. Mm-hmm. Mislukt. Dat aan mij nog niet. Geld dat Jonas zelf uit zijn eigen zak in potteke van rode neuzen moet steken. Mm-hmm. Nu is het aan jou om iets te doen. Ben jij er wat klaar voor? Ik geef direct mijn geld af. Heidi, nee. We spelen een grote Clouseau-quiz. Ja, absoluut. En we hebben daar ook een superfan voor aan de lijn. En dat is Delphine. Delphine, goedemorgen. Dag Heidi, dag Sam, dag Jonas, dag Koen. Dag Delphine, goedemorgen. Dag Delphine. Delphine, klopt het dat jij zo grote fan bent dat jij op exact dezelfde dag jarig bent als Koen Wouters? Ja, dat klopt. Op 17 september. Hopla! Zo grote fan is het. Ja. Ja, goed. Maar we hebben dus inderdaad een grote Clouseau-quiz. Zometeen gaan we 5 vragen stellen aan jou, Koen. Ja. Die iets te maken hebben met jouw verleden, met Clouseau, met Koen Wouters zelf. En het is aan jou om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Want beantwoord je ze goed, dan doen wij 1 euro per vraag in de rode neuzen spaarpot. Ja. Maar slaag je daar niet in, en super van Delphine wel, dan is het aan jou om telkens 1 euro in de pot te doen. Alright. Ik kan maximum 5 euro kwijt zijn. Op zich is dat geen grote ramp, maar dit is alle beetjes helpen. Je weet niet, want hetzelfde geld is een slechte maand voor de koe, hè? En is die 5 euro juist echt? Ik heb mijn geld al klaar, hoor drinkelen. Hij heeft de muntjes vast. Ja. Oké. Oké, dan gaan we ervoor. Delphine, jij bent er ook klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Alright. Cue music. Dan spelen we. Ja, de eerste vraag. En Koen krijgt dus altijd de kans om ze als eerste te beantwoorden. Over hoeveel vrouwen zong Clouseau? Ho, ho. Jullie hebben dat uitgeteld. Oh yeah. Wacht, hè. Maak ze op. Wacht, hè. Anna, Marilou, Louise, Hilda, Domino. Hilda, dat kende niet, hè. Jonas, nee. Domino. Is er nog iets? Ik zit aan 5. Ik zit aan 5. Nathalie. Caroline. Ik zal er wel ergens een vergeten. Ik gok op 8. Jij gokt op 8. Ik gokt op 8. Delphine, wat denk jij? Ik vind het echt wel super moeilijk. 9. Jij zegt 9. Oké, zullen we eens met z'n allen samen tellen? Ik zeg 10. Dus... Jij doet niet mee in dit spel. We hebben onder andere inderdaad... Ja, Louise, dat is al 1. We hebben ook... Domino, dat is 2. Anne, 3. Is 3. Maar we hebben natuurlijk ook... Anna. Ja, dat is dezelfde. Ja. Dat gaat over dezelfde. Nee. Nee, dat is een Britse vrouw. Dat is een Britse. Anna. Dat is niet waar. Anna is gewoon tweetalig. Dat hebben we niet bevestigd gehad. Anna. Oké, maar is goed. Ja. Hilda, ja. Wat heb je allemaal gedaan? Of... Marilou. Ja, Marilou. Yeah. Ook. En... Caroline. Inderdaad. En dan nog... Nathalie. Natalie. Ja. Dat zijn er dus 8, effectief... Hè? Ja, 9, hè. Nee, 8. Anna en Anna. Anna en Anna, dat zijn 2 andere namen. De ene schrijft met een E, de andere met een A. Is het waar of is het niet waar als je de titel bekijkt? Ja, maar... Dat is waar, maar komen we nu in totaal uit op 9? Dat zijn er 9. Ah, ja, omdat Anna, ik heb er maar 8 gehoord. Ja, want er is er nog eentje waar je geen fragmentje van hebt. Maar dat is... Cara Lucia. Ah ja, oké. Okay. Oh, heb ik Cara Lucia niet laten horen? Nee, ja, die heb je niet laten horen. En die had Koen ook zelf niet gezegd. Ah ja. En Delphine, onze superfan, heeft 9 gezegd. Ja. Dus zij heeft het goed. Jongens, het is waar. 1 euro in de pot. Cara Lucia. Ja. Ja. Dat is wel een vet nummer, hè. Voilà, maar dat hebben we dus inderdaad ook. Dat klopt. Delphine, goed gedaan. Ja, dank je. Jij zorgt ervoor dat er 1 euro van Koen Wouters in de spaarpot valt. Goed gedaan, Delphine. Oké, tweede vraag. Hoeveel keer heeft Clouseau, maar dus wel degelijk Clouseau, in het Sportpaleis gestaan? Oei. Tijdens jullie Sportpaleisconcert? Dat gaat gokken worden, denk ik. Al die edities samen, hoeveel keer? Ik weet dat we over de 100 zitten, maar hoeveel precies, dat weet ik niet. Ja, dat is al. Oké, ik doe een gokje. Ja? 120. 120, zeg je. Oké, dat... Jij gaat er... Hoe vaak was jij erbij, Delphine? Veel. Delphine, jij moet er ook op plakken. Kom je naar de volgende, Delphine? Zeker. Ah, oké. Okay. Ja. De 9e komt er? De 9 december? Ja, en zoals ik daarnet gehoord heb, ook naar Wouters en Van Geel, hoor. Ik doe alles. Ja, perfect. Ze doet alles. Ja, wordt keigoed ook. Delphine, je moet wel een getal erop plakken ook.
Ik ga deze keer minder, maar ik vind het is wel echt moeilijk. Rond 115, 114, zoiets. Nee, sorry. 15 of 14? Je moet, 14. 14! Dat is goed. Dat is exact juist. Meen je dat? Twee keer in 2000, twee keer 2001, negen keer 2002, 14 keer 2003, nog een keer 14 jaar daarna, 13 keer, 12 keer, 18 keer, 10 keer, 7 keer, 9 keer en 4 keer. Maakt in totaal 114 keer. Wow. Echt waar? Damn, die is goed, zeg. Ja, deze weet het beter dan jij. Maar we gaan zien €2. Of het ook lukt met de derde vraag, de stop de band. Dat ze de mooiste is een van jullie grote hits van Clouseau. We gaan eens even luisteren en het is aan jou, Koen, om het nummer verder aan te vullen. Ja, dus als het stopt, dan moet je verder zingen. Ja. Zingen, dat kan, dat lukt. Ja. Dat ze de mooiste is de mooiste tekst ooit geschreven door Jan Leijer, zijn eerste Nederlandstalige tekst ooit. Amai. En ik ga die nooit vergeten. Hit it. Oké. Okay. Wie nu met haar eet en haar koffie schenkt, maar de melk vergeet. Wie de vaat naar de keuken brengt en bij zichzelf denkt dat ze de mooiste is. Hmm, zou dat helemaal juist zijn? Amai, nog niet. Jij denkt dat het helemaal juist is. Ah, Delphine bevestigt zich ook dat het bevestigt. Helemaal juist is. We gaan voor de zekerheid nog eens luisteren. En ik vraag me af wie nu met haar eet. Merci Jan Leijers ook voor dit nummer. Maar fantastisch mooi, hè? Even checken. Wie de vaat naar de keuken brengt en bij zichzelf denkt. Ja. Dat ze de mooiste is. Helemaal goed. Oké, dus dat wil zeggen €1 van ons in de pot erbij. Die gaat niet uit jouw portemonnee. En nog twee laatste vragen. Nog eentje. Welk nummer van Clouseau staat niet op het album Hoezo? Is dat A? Brommer. Dus ik kocht een nieuwe brommer en dacht hiervoor gaat ze plat. Dat zou het kunnen zijn. Of, Harry, wat is de andere? Brandweer. Ja. Brandweer van Verlagen. Ja, het is zelfs voor een matige Clouseau van als Jonas een makkelijke. Tuurlijk. Hoe bedoelde matig, dacht ik dat je ging zeggen. Helemaal niet. Is het al, moet ik al antwoorden? Ja. Ja, uiteraard. Brandweer. Allee, dat staat er wel op. De vraag is welke staat er niet op. Ah, dat bedoelde. Ja, nee. Eerst dan. Nee, maar Brommer is het antwoord op fiets. Ja. Dus dat kan niet op dat album staan. En Brandweer was onze allereerste single. En auto, kortom, een weggevertje. Ja, dat klopt. Helemaal. Laatste vraag, snel nog. Hoeveel keer hoor je Anne in Anne? Het nummer Anne. Veel te veel. Anne, wacht even. Ik ga gokken. Het moet snel gaan nu, hè. 6 keer. Wat zeg jij, Delphine? Terug meer. 10, 11, terug 11. Ja, 11 keer is exact. Dat is €1 dat goed moet betalen. 11 keer zing je Anne in Anne. Goed gedaan. Ja, goed gedaan, Delphine. Dat is €5 voor Rode Neuzendag. Merci, Koen. You make us cute. You make us cute.